Dit is de P-klas en hier zitten heel veel hoogbegaafde kinderen, zeg maar alleen maar hoogbegaafde kinderen. Wij krijgen extra vakken omdat we wat meer uitdagingen nodig hebben. Je ziet hier zo Spaans, schaken en P-tijd. En dat zijn vakken die je normaal in andere klassen niet doet. Ik heb vroeger in een gewone klas gezeten. Maar dat vond ik niet zo leuk, omdat ik toen met alles super snel klaar was. En ik kon toen niet echt praten, want als je dan sommige dingen soms zei, wisten ze niet waar je het over had. En nu kan je gewoon over alles praten eigenlijk. Kinderen die hoogbegaafd zijn, zijn heel vaak kinderen die wat sneller kunnen denken, die wat sneller verbanden kunnen leggen, die soms al eens moeilijke vragen stellen. Maar die tegelijkertijd ook soms wel wat piekeren, die zich soms zorgen maken over datgene wat er in de wereld gebeurt. En daardoor hebben ze geregeld wel een beetje het gevoel dat ze zich wat anders voelen dan de klasgenoten. De kleuterklas is zo, merkte dat ik daar eigenlijk niet zoveel van. Toen dacht ik dat ik gewoon was. Allee, ik ben ook gewoon, maar dan begon het steeds meer dat ik zo mij verveelde in de klas. En doordat ik verveelde ging ik dat slechte punt te halen. En ik werd ook zo'n beetje vervelend tegen andere kinderen. 9.909.009. Het is super dat er zo'n initiatief als een P-klas bestaat. Je merkt ook dat deze kinderen daar echt gelukkig zijn. Maar het beste zou zijn dat zo'n P-klas eigenlijk een tussenschakel is. Dat ze na verloop van tijd terug kunnen overstappen naar een gewone school. Dat ze dan eigenlijk tussen alle andere kinderen kunnen functioneren, zoals een maatschappij ook bestaat uit iedereen die samen moet kunnen leven. En er zijn geen aparte fabrieken voor hoogbegaafde werknemers alleen. Middelbaar ga je al meer wat zelf uitdagingen krijgen, dus ik denk dat dat wel gaat meevallen. Hey daar, leuk dat je hebt gekeken en vergeet zeker de video niet te liken. Wil je nog meer Karrewiet? Abonneer je dan snel op ons kanaal en check deze video's.